Een Nijmeegse scholier van het Dominicus College is tijdens een Survival Week stiekem gefotografeerd of gefilmd. Het gaat om een meisje dat in de derde klas van het VWO zit. De foto's of film werden gemaakt in de meisjesdouche tijdens een kamp in de Belgische Ardennen, waar de Nijmeegse scholieren verbleven. Directeur Marion Krabbenborg van de school heeft het incident bevestigd. Het meisje zag tijdens het douchen een wit telefoon van onder de wanden van het douchehokje verschijnen. Daarop heeft zij de kampleiding van het voorval op de hoogte gesteld. Vervolgens zijn alle mobieltjes van de leerlingen en de begeleiding op het kamp gecontroleerd. Op de telefoons zijn de bewuste foto's of filmpjes niet aangetroffen. De sloop van winkelcentrum Weeshof is begonnen. Asbestruimers zijn begonnen met het verwijderen van het materiaal uit de afgebrande supermarkt. De brand ontstond door kortsluiting en verwoestte een groot deel van het winkelcentrum. Er is nu de mogelijkheid om het hele winkelcentrum in één keer te herbouwen. Eerder was er sprake van gefaseerde sloop en nieuwbouw. Door de brand is dit dus nu niet meer nodig en kan er eerder met de bouw begonnen worden. Plannen voor de nieuwbouw waren al voor de brand goedgekeurd.